het wel trusten, maar... Wel trusten. Yo, gasten van Verkshen, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets fucking sicks doen, niet normaal. Willem die voetbalt. Ik voetbal bij VV Zandik en wat wij gaan doen is... Wij gaan overnachten in een kleedlokaal. Misschien denken jullie nu al, hoe komen jullie bij dat kleedlokaal? Nou, daar hebben we een plannetje voor bedacht. Hij voetbalt bij een club waarbij de kleedlokalen met de buitenlucht soort van verbonden zijn. Dus als jij de deur openmaakt vanaf buiten, zit je gelijk in het kleedlokaal. Af en toe naar de trainingen van Willem merkte hij dat de deuren nog open blijven. Dus wij kwamen op het idee, of eigenlijk Willem kwam op het idee, om daar gewoon in te gaan en daar te pitten voor de hele nacht. Fucking sick idee. Hebben jullie nou zin in? Wij hebben in ieder geval heel veel zin in. Doe dan sowieso zoveel mogelijk. Blauwe duimpje omhoog vinden wij super leuk om te kijken. 3000 likes moet sowieso lukken. Dus gooi die likes omhoog. Laat een leuke reactie achter en dan gaan wij nu proberen het terrein op te komen en daarna heel misschien zelfs te overnachten. Dus. Hey, ik hoop het. Let's go! Oké, jongens, er komen nu twee fietsers onze kant op. En deze komen alleen maar. Deze straat loopt alleen maar naar de voetbalclub tussen. Dus ik ga de camera een beetje verstoppen. Probeer eens. Nee, het is een auto, gast. Het is een auto. Oké, jongens, hier mogen we al niet meer doorheen. Hier staat een paal voor. Oh, hoe gaan we dit ooit flikken? Dit is serieus 10 meter op dit pad en hoog van een autodeur. Ja, ik weet het, het was een beetje een doffe klap. En een half minuut later, ik zeg het tegen jullie, Jack, autodeur. Fuck man, waarom is het? Het is 12 uur, waarom zijn er nu nog mensen bij die voetbalclub? Even serieus jongens, kijk ook waarmee ik allemaal loop hier. Ik heb hier een matje bij, ik heb daar een hele tas bij met allemaal slaapzakken en shit. Ik weet een andere route man, ik weet... Weet je een andere route? Ik hoop het. Willem weet een andere route. Let's go. De kantine is nog open. Er zijn die veteranen zitten daar nog te chillen. Oké, volgens Willem zijn de veteranen daar nog aanwezig. Het is gewoon echt die voetbalgasten die net hebben getraind. Die zijn er nu nog in de kantine. Ze nog bier aan het drinken. Ja. Nog een mededeling. We gaan nu via een andere weg. En dit is echt de meest opvallendste route ooit. We hadden net juist een achteringang. Maar daar opeens hoorde dus een auto. Maar dat is gewoon hier naar rechts. En dan komt het gewoon naar zo'n fijn. Hoi. Hij staat gewoon een voetbaltas op zijn ding. Ja, maat, ik zeg... Ken je hem? Ja, hij giep hooi toch? Huh? Hij zit gooi. Ja, maar hoe ken je hem? Ja, weet ik veel. Dat is Sam, iedereen kent elkaar dan. Ja, hij woont hier gewoon ook in het dorp, die Willem. En hij gaat gewoon in zijn eigen dorp in de voetbalclub gewoon inbreken. Die is echt... Ik zou dat niet doen. We staan weer bij de ingang waar we als allereerste probeerden in te komen. Net heb ik nog tegen jullie gezegd, we gaan via de ingang die super gevaarlijk was. Maar bij die ingang stonden nog super veel auto's. Waren allemaal mensen die vanuit de kantine naar buiten gingen. Want er zitten nog mensen in de kantine. Oh, we zijn ook helemaal gestoord. We gaan nu weer via deze achteringang waar net die autodeuren dicht sloegen. En hopen dat er niemand is. Ik denk dat het echt fout gaat, man. Maar dan ben ik, ja, niet fout. Politie maar... of dat hun gewoon, dat hun ons ontdekken? Ja, ik denk, ik weet het echt niet, man. Ik denk politie, eerlijk gezegd. Ik denk politie. Je moet wel inderdaad gewoon bedenken dat we in een dorp zitten. Ja. Iedereen in dit dorp. Wat je nu zegt, die denken... Wat je nu zegt, wordt al gewoon afgeluisterd, hè. Snap je? Iedereen heeft die geluisterapparaat. Nee, maar even serieus stellen, want dat is gewoon huizen. Ja, natuurlijk, ja. Want al die mensen denken, dat is ons dorp. Niemand komt in ons dorp. Dat is onze vuurbeklep. Hé, hey, lekker. Oké, jongens, wat jullie nu zien is de kantine. Wij staan ongeveer 100 meter van de kantine af in een random weiland. Dus er zijn al een paar lichten uitgegaan. Nu even hopen dat alles uitgaat, want dan weten we zeker dat iedereen weg is daar. Want nu zijn er nogal mensen binnen in die kantine. En als iedereen weg is... Oh, zag je dat? Ja, ik heb het op beeld. Lekker. Ah, ze zijn de kantine aan het dichtmaken. Dat betekent, Willem, dat we zo meteen erin gaan. Oké, guys, we zijn nu bij de poort van het voetbalveld. Fucking ziek, we zijn hier gewoon met keifel licht. En die mensen zijn nog half in de kantine en alles aan het afsluiten. Maar we weten niet of ze nog zijn of niet. En ze kunnen het licht zien, misschien niet. De eigenaar trouwens woont echt naast de club. Dus die ziet ons sowieso als hij hier naar buiten komt. Fuck it. Let's go. YOLO. Nice ass, man. Ja.
safe doen. Er zit... Nee, doe maar. Gast, daar zit mijn lamp in, hè. Ik zit al mijn dure shit in. Selfie. Oké, jongens, bang bang, we zijn binnen. Direct door, kom. Draai die eerste, kom. Let's go. Dicht, hoor. Dicht, kut. Nee, hou je bek. Alles is dicht. Kut, kom. Hoi, Beck. Serieus? Ik heb hem gezien. Dat zijn mensen. Hou je mond. Oké, Willem zei dat iemand bij de woonkamer... Hou je mond. Nu gebeld. Serieus? Nu gebeld. Ik weet 100% zeker, want die mensen bellen altijd. Nee, maar die zagen. Stonden mensen daar. Ja, dat is niet. Hij zag helemaal niet. Nee. Ik dacht net dat er iemand stond daar voor die woonkamer. Er brandde sowieso licht en Willem dacht dat er iemand stond. Ik heb het niet gezien. We staan hier inmiddels al 20 minuten en er is nog steeds geen politie. Er is nog steeds geen eigenaar van de voetbalclub. Dus wij denken dat het maar gewoon... een auto, die rijdt hier echt heel dichtbij. What the fuck? Nou ja, fuck it man. Ook al worden we gepakt. We willen jullie natuurlijk niet teleurstellen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan in dit duck-out slapen. Dat is de enige oplossing. We moeten gewoon op de voetbalclub slapen. Dat hebben we gewoon aan jullie beloofd. Dat is de titel. Dat is gewoon de hele fucking opdracht van deze video. Dus kleedlokalen zijn dicht. Ja, nou jongens. In plaats van dat we weggaan, gaan we gewoon naar een duck-out. Ik ga mijn matje erop plaatsen. Ik ga mijn slaapzak neerleggen. Probeer de hele nacht daar te blijven. Ik weet niet of het lukt. Ik vind het nu al een beetje koud. Maar we gaan het proberen, man. Let's go. Oké, jongens, zo hebben we nu een beetje alles gesteld. Ik lig hier. Ik heb een handdoek mee. En nu denken jullie misschien, waar de heb jij een handdoek mee? Nou, ik dacht namelijk dat we in een kleedlokaal zouden pitten. Daar heb je douches. Dus ik dacht, als we wakker worden, gaan we lekker een ochtenddouche nemen. Dat gaat helaas niet meer door, maar ik gebruik het nu als kussen. Dus... Ga je hier op liggen of wat? Ja, maar... Dat ding moet je opblazen, kneus. Daar heb je een opblazer voor nodig. Kut, weet je niet. Kut, sorry. Ik heb geen pomp bij, maar... Überhaupt, ik was dubbel genaaid, hè? Klote kneus. Want het is buiten. Dus ik moet op die fucking grond hier. Wat de fuck heb ik nou? Ik moet. Ja, boeien. Ik ga gewoon met mijn knieën gewoon opgestroopt. Ja, beter kun je mijn PC van jouw dinges. Huh? Van dit ding. Hoezo? Nee, echt niet. Die gaat gewoon dicht hoor. Ik wil mijn voeten wil gewoon warm hebben. Ja, dan moet hier buiten. Dan moet ik van hier zijn. Ja, fuck jou. Moet zo gelegen. Ja, fuck jou. Had je beter moeten doen. Te slapen. Nee, grapje. Oh, dat was trouwens helemaal geen leuke grap. Oh, fuck. Het is wel raar, man, dat ik hier gewoon zit, snap je? Ja. Mijn club. Jij voetbalt hier gewoon. Ja, je bent nu s'nachts hier gewoon f***ing illegaal. Ja, ik zit hier wel eens, natuurlijk. Ja, maar hij speelt dat baas, toch? Normaal ja, pro-tje willen. Normaal, als je een keer wil komen kijken, ja, ik speel. Nee, maar het is wel echt raar. Ja, guys, ik zit dus hier in mijn slaapzak tegen de muur aan. Op zich, ik lig hier redelijk comfortabel. Ik heb het zelfs een beetje warm. Af en toe warm. Ik heb het zeg maar niet super koud. Alleen Willem, die gaf net al aan dat dit super koud had. Eén zin wat ik bij heb is dit. Dit is mijn kussen nu. Ah, fuck. Ik heb wel een warme jas aan. Ik zweer het je. Ik hoor de fucking hek. Dat licht daar. Ik denk dat we moeten gaan slapen. Ja, ik denk serieus. Er is hier niks meer te doen. Wat het beste gewoon is, ook al zijn we niet echt... Ja, ik ben op zich moe, maar niet super erg. We kunnen het licht gewoon niet te lang aanlaten. Stel dat één iemand ons ook maar ziet, hè. Ja, we zitten gewoon fucking open. Daar is gewoon in de weg. Ja. Kijk, hier staat ons licht fucking. Ja, hier staat keihard het licht op ons licht. En daar is die hele weg. De kantine en shit. Kom, je benen, gast. Fuck you. En daarnaast, jongens,
Hallo, ik moest de camera nog pakken, dus ik sliep helemaal niet. Jongens, vertrouw nooit in YouTube. Al die shotjes dat je mensen ziet weglopen, of dat je mensen weg ziet fietsen, of dat je mensen in slaap ziet vallen. Iedereen moet daarna gewoon zijn camera nog pakken, die hij daar heeft neergezet. Dus alles daarvan is net, dus ik sliep net niet. Dat verwachten jullie net wel, maar fuck it. Ik pak nu mijn camera, ik ga hem in de tas doen, want anders wordt hij super vochtig hier. Het licht gaat uit, dat is vooral het belangrijkste. Dat is echt de vaagste slaapervaring, denk ik, die we echt ooit gaan meemaken straks. Op een bankje bij de voetbal. In een duck-out. Hey Willem. Fuck. Willem. Hey, ik hoop het wel trusten, maar... Wel trusten. Hey, later. Later. Oké, jongens, what the fuck. God, een fucking dikke luid. Covid zit er nu nog in. Het is nu fucking... Ik weet niet of dit spiegelbeeld is. Het is 18 over 3. Holy shit. Ik heb het fucked up koud. Ik heb niet eens geslapen. Ik weet niet of ik over mijn slaap. Ik ga nu checken, maar ik zie niks door het licht. Wat de fuck? Wat fuck, het was een geluid. Ja, ik was tegen het fuck. Niet zo'n geluid. Ik dacht van fuck. Ik ga het even tegen mensen. Weet je hoe laat het is? Maat, weet je hoe laat het is? Nee. Fuck. Kijk dit. Ah, kubber. Fucking chagrijnig hier. Maar je hebt niet geslapen, man. Ik ben niet wakker geweest. Nee, ik heb niet. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb niet geslapen, volgens mij, maar... Ik weet niet, man. Nee, ik was ook niet erbij. Ik ben niet echt bij een bus zijn geweest, maar ik weet niet of ik geslapen had, zeg. Het is fucking 3:30. Nee, bijna 3:30. Oh, ik zie denk ik echt uit de zombie, of niet? Ja, man. Je ziet er echt fucking verkrekt uit. Oké, sorry voor de looks, maar... Gast, we slapen. Oh. Oké, wat doe jij dan de hele tijd? Ja, ik zit hier gewoon voor me uitstaan. Ik doe gewoon letterlijk niks. Ik verveel me echt fucking hard. Zijn we bezig? Jij moet straks nog naar school toe. Ik moet om 7:00 opstaan. 7:00? Hoe laat was het nou? 3:30. Het was 3:30. Dat en ik heb nog niet geslapen. Ik heb niet geslapen. 3:30. Oh, normaal kunnen kan ik dit. 5:30, 6:30, 7:00. 3,5 uur heb je nog. Gast, let's go, man. Serieus. Ja, man. 2 uur of 1,5 uur geslapen of zo. Ja. We hebben nog best lang ook gewacht nadat we naar die kleedlokalen een oplossing zochten. Wat we nu gingen doen. Toen kwamen we opeens op het idee om die duck-out te doen. Dit is echt vaag, gast. Je hebt gewoon morgen school. Nou, ik ben lekker vrij, dat is wel chill, man. Oké, guys, ik sta nu midden op het voetbalveld. We hebben alle spullen ingepakt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Ondanks dat we niet in de kleedkamer zijn geweest, hoop ik dat we het nog een beetje goed hebben gemaakt door gewoon... Ik denk dat we het heel goed hebben gemaakt. Laat even allemaal die blauwe duimpjes achter, zoveel mogelijk. Zou superleuk zijn. Abonneer zeker op Willems kanaal. Dat vindt hij nu wel. Hij kijkt er super chagrijnig hierheen. Snap ik wel. Het heeft constant op mij gewacht en dacht, laat ik hem maar laten slapen. En een tijdje kon ik het niet meer hebben. Dus laat een blauw duimpje achter. Echt, dan hou ik van jullie. En laat een leuke reactie achter. Abonneer op mijn kanaal, abonneer op Willems kanaal. Volg ons op Instagram, links en ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week weer zondag bij een nieuwe video. En door de week stuk bij nog meer, veel meer nieuwe video's. Yo, doei!